Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van The World of Tilia met Jan. En dit keer is het niet alleen met Jan, maar ook met Paul, met Arjan, met Bert. Ja, met z'n vieren waren wij gisteravond hier. En hier is een grot in de buurt van het huis of de skeletkruinen van Bert. Bert had gisteren namelijk het idee opgevat om weer eens een wedder te gaan verslaan. En voordat wij daarmee aan de gang gingen, zijn wij met z'n beiden bezig geweest om heel veel drankjes klaar te maken, heel veel wapens en van allerlei toestanden. Om toch maar zo goed mogelijk voorbereid naar die wedden te gaan. Want degenen die dit kanaal kennen en alle afleveringen gezien hebben, hebben dus ook een keer gezien dat wij daar enorm druk mee zijn geweest. Met meer man en ja, we hadden zoiets van de boel goed voorbereid doen. Wat je hier ziet. Oh, dit is de grot. Dit was ongeveer 3 hoog. Hoger was het niet. En ja, we hebben hier dus een heftige strijd gevoerd. Ik heb al een keer de wedder gezien. Paul heeft hem gezien. En op een gegeven moment waren we Arjan kwijt. En die is hier zo aan stripmijnen gegaan. Waar was dat? Oh ja, daar. En want ja, er is natuurlijk genoeg grondstof te vinden hier. We zitten hier op 11 hoog. En hier is Paul nog een keer dood gegaan. Paul is nog een keer dood gegaan. Oh ja, en Arjan is ook een keer dood gegaan. Wacht eens even. Ik ben ook meer dan één keer dood gegaan. Dacht ik. Ja, dat was hier. Ik heb hem 2 keer gezien. Nou ja, wat jullie te zien krijgen is dus een tafereel. Ja, was het leuk? Ja, het was heel gezellig. Was het spannend? Ja, uiteindelijk wel. Gaan we het nog een keer doen? Zeker eens te weten. Ik ga hier wel even wat licht maken. Gaan we het hier doen? Dat weet ik niet. Dat moeten we nog eens even bekijken wat een goede optie is. Ze zijn echt aan het mijnen gegaan hier. Tja, ik heb nu meer wapens dan dat ik had voor die tijd, omdat ik er zoveel gemaakt heb. Een toestand. Daar heb ik geslapen. Dat, nu denk ik er ook in één keer weer aan dat ik weer even thuis moet gaan slapen. Want op het moment dat ik dood ga, dan kom ik daaruit. Of dat ik uit de end kom. Ik zou zeggen, heb veel plezier met het kijken. Volgens mij, welkom bij TiliaCraft aflevering. Volgens mij begint Arjan al met zijn introductie. Staat, nou, ik ga er gauw heen. Generaal van vanavond, Byron, oftewel Bert. Hoi. En daar hebben wij verstopt achter al deze enorme reuzen. Paul. Hoi. Paul, heb je iets in je. Oba. Oba. Ja, oba. Oh, Paul. Ah, nee, het moest er wel komen, hè. Hoe lang heb je hem nou al aan, die onderbroek? Nee, maar ik heb hem pas net nieuw. Oh. Maar. Ik raakte een beetje in paniek toen ik al deze golem zag. Dus... Ja, jij klinkt een beetje als een golem, zelfs. Hoe bedoel je? Nou, de Sky-verbinding. Het is een beetje een soort robotachtige. En hier hebben we Jan. Hallo Jan. Hallo, hallo. Hallo. Ben ik de enige die Paul als een robot hoort? Hallo? Ja, ik ja, hoor hem prima. Oh, ja, ik hoor mezelf ook als een robot. Ik niet. Maar nee, ik hoor jullie als een robot. En mezelf hoor ik natuurlijk prima. Het zou raar zijn als ik mezelf als een robot zou horen. Maar goed... Wij staan hier in een ruimte. Bert, misschien weer het even toelichten. Nou, ik wil gaan. Ah nee, Jan, wacht even. Kik mij er even uit en voeg me even toe. Oké, okay, want er is blijkbaar iets niet goed met die verbinding en dan, ik versta helemaal niks. Ja? Ah, hoe is het nu? Hallo. Ja, dat lijkt er meer op. Hallo. Bert, Bert, wil je even vertellen wat de bedoeling is? Ik wil hem baken. That's it. En dit lijkt mij een leuk idee. En nu heb jij een plan bedacht om, om de wedder te gaan verslaan. En je hebt een strategie, merk ik. Ja, joh. Ja, we hebben een strategie. We zitten hier zo'n beetje op level 10, geloof ik. Dus laat maar komen. Ik level zeg, 10, even kijken. Ja, we zijn inderdaad op lava level. Precies. Dus ik hoop ook dat je allemaal een emmertje water hebt. Nee? Is dat nodig? Dan moet ik nog even Dit was ook lava, geloof ik. Oh, dat meen je toch niet?
Ik heb Tilia prikken bij me en ik wil niet kwijt. Maar kan de winnaar ook obsidian kapot maken? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, niet. Dat kan niet. Ja, echt wel. Nou wel. Creepers kunnen het niet, maar kan de winnaar het wel? Het schijnt mij wel, ja. Oh. Goed. Wat is onze taak eigenlijk? Behalve hard wegrennen. Ja, en mij een baken bezorgen, toch? Jullie hebben er allemaal één. Nee. Ik heb geen pijlen. Ik ben behoorlijk onbereid voorbereid deze kant op gegaan. Maar ik ben natuurlijk net pas 5 minuten geleden ingesprongen. Nou, hier. Heeft iemand even wat voor mij? Ja hoor, ja. Alsjeblieft. Oh, wat geweldig. Hij kan toch niet vliegen vanaf deze dinges. Dus ja. Nou ja, ik weet ongeveer. Ik denk dat ik weet wat er gebeuren gaat, maar... Wat dan? Dat weet Arjan ook. Laten we ons niet over uit. We zien het wel. Alsjeblieft. We gaan hard lachen, denk ik. Oké. Okay. Of het wordt een hard gelach. Dat kan ook. Ik vind het doodeng. Even kijken, ik begin vast. Ik ga vast hard wegrennen. Zeg maar, als je zover bent, Bert. Ik zie ook helemaal niks van die stomme golems. Ja, maar Jan, je moet hem even opzetten. Ik heb en die golems staan hier om als afleiding te zorgen, Bert, ja. Of niet? Nee, als het goed is, gaan ze hem aanvallen. Gaan ze aanvallen? Als het goed is, gaan we gewoon toekijken hoe dat ding gewoon even gort gemapt wordt. Jij hebt... Oh. Ik ben heel benieuwd. Zo weinig. Zo, weet je wat ik doe? Voor de zekerheid, ja? Voor de zekerheid doe ik even / backup. Ja? Gewoon eventjes, omdat ik hier niet een heel fris gevoel bij heb. Dit was echt een rotzooi. Ik merk net dat ik allemaal zwaar en spul bij me heb wat ik nu niet nodig heb. Ik breng ze even naar een kistje toe. Okay, roep hem op. Nou, het is zover. We hebben een backup. Waar ga ik staan? Hier naartoe. Dus we gaan gewoon weglopen en hopen dat die weer dat zij het werk voor ons doen. Ja. Dan gaat het... Kunnen zij verwidderen, verschrompelen? Ik weet het niet. Maar golems niet, toch? Nee. Ik wil het eigenlijk wel een beetje zien. Hoe ga ik dat dan oplossen? lastig. Even kijken. Ik had ook niet achter een glazen plaat gestaan of zo. Het is... Nee. Hoewel, achter glas ben je toch niet, dan ben je toch niet te zien door hem? Hoe lang zou het glas overleven? Ga achter hem staan. Nou, zal ik hem erop zetten dan? Ja, wacht even. Zet hem erop. Ja, doe maar. Kan ik eens zeggen? Wat was dat? Ach, maar ben ik de drankjes vergeten? Nou. Wat een drankjes? Generatie en dat soort dingen. Moeten we die niet even nemen dan? Ja. Dit is echt een zo onvoorbereide actie. Dit is weer typisch à la ons. Let's go. Kom op. Ja, ik zet hem erop. Gewoon yes. Hup, komt-ie. Oh. Ik ben nog niet weggerend. Moet ik dat wel doen? Oh ja, kijk. Oh, wat doen ze dat leuk. Ze slaan op hem in. Nu al? Ja, man. Oh. Oh joh, dit gaat super snel dit. Denk ik. Ik zie hier niks aan. Oh, dit is... Oh. Zo. Nou, dit kan toch niet zo makkelijk. Ze komen niet bij hem. Nou, help even dan. Oh, maar hij komt ook niet bij. Oh, kan dat nou? Misschien wel een paar pijlen in zijn mik. Ja, maar dan komt hij wel naar me toe, hè, als ik pijlen schiet. Oh ja, dat is zo. Nou, laat maar komen. Maar dat melee deel, dat ze dat op hem inslaan... Dat kunnen we wel gewoon. Hij glitcht. Oeh, er is wel één dood hier. Nou, als hij op de helft is, kunnen wij het afmaken. Bert, verdorie, waar was je de vorige keer? Weet je hoe lang het duurde voordat we de winnaar zover hadden? 3 uur bezig geweest. Hou op, man. Je hoeft helemaal niks te doen hier. Ja, ik heb hem. Ja hoor. Hey. Ah, nee, ik weet niet wat ik meemaak hier. Nou, was dit alles? Ze hebben nog wel een beetje de schrik te pakken, die jongens, zie je dat? Ja. Oh. Ze zijn op elkaar in aan het slaan. Okay, ja, ze staan op elkaar. Ja. Volgende. Nou, dit was. Wie heeft dit? Ja, maar volgende. Je moet er wel. Je bent heel wat golems kwijt, hè, nu. Waar komt de spoorlijn dan vandaan? Spoorlijn? Ja. Oh, dan krijgen we straks nog een partij van die gifspinnetje op ons dak straks. Er zit daar gewoon een verlaten mijnschacht. Ja, ik zie het. Bert, wat ben jij aan het doen? Aan het regenereren van de widder. Bert? Complimenten. Ja. Je hebt je wederom bewezen als een... je was natuurlijk al een beetje de redstone master, maar nu ben je ook strategisch mastermind. Ja, dit vind ik leuk om te horen. Nee. Ere wie er toekomt. Absoluut. Ik vind het bewonderenswaardig. Absoluut. Ondertussen zie ik hier even gewoon een mijnschachtje in dit af. Even voor de duidelijkheid, mensen. Bert heeft een hele lange gang gegraven door Tilia ergens heen. En we zitten nu erg afgelegen. Omdat we allemaal bang waren dat dat die weer op hol zou slaan en ons werk zou vernietigen. Nou, dus we zijn nu echt ongelooflijk ver uit de buurt. Maar dit is dus de aanpak.
dit is de manier. Bert? Fantastisch. Bert. Wat ja, is nou? Sorry. Ik heb een cadeautje voor je. Waar? Ten eerste een roos. Yes. Hey, dankjewel. Een sterretje. Weehoe! Hier. Je wil niet weten hoe mooi ik dit vind. Geweldig. Waar is die? In het gaatje. Ja, daar is die. Hey, moeten we nog even wat van die skeletkop ophalen? Ja, graag. Schedels? Zo, ik vond het echt. Ik sta echt nog een beetje stil van, zo snel als het ging. Ik ook nog een baas. Verbijsterend. Nou, dan ga ik nog eentje ophalen. Nou, Paul, jij was er de vorige keer niet bij, hè, bij onze strijd. Nee. Nou, heb je hem wel gezien? Ja, ik heb echt schaterlachend af en toe... Je hebt het was een half uur, het was eigenlijk 3 uur teruggebracht naar een half uurtje of zo. Heerlijk. Dit duurde 5 minuten. Nog niet eens. Ja, korter, 2 minuten max. Nou ja, aan de andere kant heeft dat wel een leuk video opgeleverd. Dat moet ik nog wel weer zeggen. Ik ga hem jongens, wat gaan we nu doen? Ik haal nog even wat op. Jongens, niet te geloven. Hoeveel gaan we er doen vandaag? Want ik heb... Nou, hoeveel goden had je en hoeveel goden heb je nu? Je 6 hebt toch? Nog... Ik had... Nee jongens, niet 6. Er waren er... 5, 6, 7. Er staan nu 8, 9 goden nog, zoiets. Oeh, ik heb er... 64 gedeeld door 4 is... 6. Zoveel golems. 24? Nee. Nee, wacht even. Ik had 68 ijzerblokken. 68 ijzerblokken. Ja. Ik kan niet rekenen. Ik was 16. Oh, 16 golems. Nou, er zijn er volgens mij wel een stuk of wat... Dus dan is de helft ongeveer kapot. Oeh, dat kost me wel ik veel. Ik zie wat ijzer, dat neem ik even mee. Want ik heb geen ijzer meer. Ja, maar ik heb extreem tekort aan ijzer op dit moment. Hoeveel kost 1 golem? 4 blokken. 5 gulden! 5 gulden 50! 4 blokken keer 9, dat is 4 keer 9, 36 ignots. Ik heb 13 voor iemand die daar interesse heeft. Ik zit, het is wel trouwens een laag. Zit hier laag voor zo'n mijnschacht? Oh, dit zijn de strelingen. Ik denk, waarom blijft die lapis nou heel? Maar daarom dus. Oh, pik jij die intussen even mee. Zij de streling. Iedereen plaatst hier ook die blokken gewoon weer terug, hè, in die... naar de gang. Hoe bedoel je? Nou, ik dacht van, ik plaats de zandblok weer terug. Dat aardeblok in de nether. Ja. Ik snap, ik weet dat Bert zei dat het iets met varkenszombies te maken had. Maar ik snap het nog steeds niet. Oh, dat? Ik heb het ook weer teruggeplaatst. Ik bedoel, het is gewoon fatsoenlijk dat je het even stelt, toch? Ja, daarom. Dat dacht ik ook. Ik ook. Door aan Bert's lachen is het niet meer nodig. Ja, hij mag weg. Jongens, jullie moeten straks wel even je coördinaten doorgeven. Want ik ben ondertussen even lekker een happy miner. Oké. Okay. Hoeveel schedels haal ik nu op? Doe maar 6 of zo. Ja? Ja, dan mag je die 3 bij mijn poort ook nog wel even meenemen. Oh ja. Misschien hebben we een kasteelbaken nodig, of niet? Oh, dat is wel leuk, ja. Want dan heb ik er eentje en Arjan nog eentje. Even kijken. Nou... Wat, een kasteelbaken? Ah joh. Zo'n baken, ik heb er nog steeds niet veel. Ik heb mijn hele ijzervoorraad zit eronder, maar ik heb er eigenlijk niks aan. Ik weet ook nog steeds niet wat ik ermee moet. Ik hol een paar seconden per minuut sneller. Of een paar tellen per minuut sneller. Als ik in de buurt van mijn huisje rondloop. Dat is alles. Ik vind het leuke van die baken. Ik vind het nogal overgewaardeerd. Ja, hij geeft een mooie lichtstraal. Dat vind ik het mooiste. Dan wil ik een mooie lichtstraal. Dus eigenlijk al dat ijzer en al dat goud wat ik eronder heb liggen is ook helemaal nutteloos. 1, 2, 3. Nu heb ik nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 schedels over. Nou. Vooruit. Ja, ik kom er gewoon 3 terugbrengen zometeen. Nee joh. Even kijken, silenzand. Wow. Ik had een beetje lek. Ik heb een ster. Hey, de golem is hier geweest. Even kijken. 8 zielenzand en... pompoenen. Wat heb ik die nou? Als je afvraagt welke televisieprogramma je op de achtergrond hoort, dat is bij Janneman. Maar die krijgt de boel helaas niet heel stil. Sorry. Goed. Dat goed.
Misschien heeft hij een nationaal aanzet of zo, dat we even weten wat gebeurde er op deze dag dat hij dat hij weer zo snel werd verslagen. Nou, was dat Thatcher niet die we nou hebben verslagen? Dit heeft nog geen minuut gekost, man, dit. Nee. Of geen, anderhalf minuut? Hoe diep zit ik? Oh, 21. Ik denk, ik mocht toch ook wel een keer een beetje diamant tegenkomen. Hé, hey, creeper. Waar ben je nou? Sylvie heeft een nieuwe vriend. Ach ja? Ja, echt. Kijk wie het is. Albert Vlinde. Nee. Albert Vlinde wist het. Ik ga Arjan laten schrikken. Lachen. Kun je me laten schrikken? Wat? Nee. Nee, maar ik bedoel, ik ben erg ver uit de buurt, toch? Of ben ik vlakbij? Ik zeg niks. Vergeet ik niet wat? Nee. Oh, serieus, die televisie hoor ik echt heel goed. Ja, bedoel, je kunt er niks aan doen waarschijnlijk, maar... Oh, sorry, nee, het spijt me. Hé, hey Paul, dat oranje was wel een goed idee van jou, alleen waar doe ik dat? Tussen de treden? Hey, jongens, even voor de vorm, waar moet ik heen straks? Wat zijn de coördinaten? In plaats van die glowstone dingen. Oh, ja. We zitten op min 672... en Z1181 in de min. Oh, oké. Okay. En hoogte 10. Jeet. Dan ga ik weer hemelsbreed die kant op. Gewoon een nieuwe hebben. Nee, dan moet er een ander apparaat voor in de plek komen. Dit apparaat kun je niet gebruiken ervoor. Het is geen game gebruik. Oh. Wat is dit, man? Oh, wat klinken jullie weer beroerd. Wat een slechte verbinding, man. Ik ga mijn Skype even updaten, denk ik. En dat hebben we net ook gedaan. Oh. Ik niet. Is die nou weg? Oh. God, Bert, nou heb ik dus gedaan wat jij zei. Springen. Alleen net op het moment dat ik spring, heb ik een beetje last van lag. Oh, dat is wel heel vervelend. Wat denk je wat ik dus niet meer kon pakken? De ladder. Oh, sorry. Ja, sorry. Geeft sorry. Niet, jongen. Geeft niks. Ik ben al lang blij dat ik 6 witte skeletten schedels heb. En 8 zielen zand. Nou, dan gaan we mee redden. En ik heb genoeg materiaal voor 8 golems. Oh, jemig. Dus we gaan er gewoon nog 2 gewoon even zien afgemaakt worden, zeg maar. Ja, waarom niet? Hey Jan, wanneer gaan wij even een treinbaantje vanaf jouw huis naar het kasteel leggen? Asap. Dat lijkt mij wel leuk om dat heel binnenkort even te doen. Ja, als dat nou gewoon als een soort centraal punt houden. Gaan we van mijn huis naar jouw huis, bedoel je? En dan nee, van jouw huis naar het kasteel. Dat je gewoon het kasteel als centraal station gaat zien. En vanaf daar kan je ook naar Wilfred's huis en naar Arjan's huis. Ja, klopt. Maar omdat ik... Ja, ik zit toch vrij dichtbij, hè. Ja, maar je kan ook gewoon een... ding naar mijn huis toe leggen. Ja toch, dan ben jij gewoon een tussenstation voor mij. Dat kan ook. Je ziet er wel sexy uit zo, hè? Ja, hè? Ja. Niet naar mijn kont kijken, hè? Sorry. Doet hij altijd, hè, Dian? Gaat hij altijd achter me lopen in een nauwe gangetjes? Ja. Pas maar op, hè. Bah. Snel een broekje aan. Huppatee. Ja, dank je. Dan loop ik je voorbij, dat vind ik niks. Hey, allemachtig. Wat dacht je? Snowgolems zijn ook leuk. Snowgolems zijn ook golems. Er staat hier, die ijzeren golem staat nog steeds te zwaaien, joh. Ja, die is... Een beetje van het padje, of niet? Combat mode. Raakt niemand. Nee. Wees er blij van. Dat komt hard aan, hoor. Oh, ik geloof dat Arjan er weer bij wil. Oh! Mijn fout. Zo, ben ik weer. Hi. Hey. Ik hoop dat het nu beter is. Ik heb inderdaad nu wel een nieuwe versie van Skype. Nu klinkt je wel minder goed. Je klinkt wat beroerder. Radio. Nu beter. Ja, dat kan zeggen, kan even de opstarten zijn. Oké. Okay. Het was even de opstart, hoor. Ja. Het opstart, hè? Kijk, dat is toch wel. 677, toch? Wat? Ja, zoiets. Min 675, min 1178.
Hé. Hey. Hoogte 11. Oh, zet jij... Oh, mooi. Ik denk, hoe kan dat nou? Ik denk, bereid even wat voor. Ik vind het wel lekker veel redstone, dat is wel leuk, want dan kan ik inderdaad weer... Oh, zo, een tijdje lava waar ik nu weer op sta. Wat bedoel je? Dat is wel leuk, want dan kan ik... Nou, niet vanwege redstone activiteiten verder, maar gewoon... Kan ik leuke mooie rode blokken maken. Ja, leuk, hè? Ja, dat kan nu, hè. Dat vind ik leuk. Nou, nee, voor de rest interesseert me geen ene biet, maar ik kom het wel eens aan, hoor. Ik wil breken. Hey. Jan, jongen, goed bezig. Ja, hè? Golems komen. Hallo, daar ben ik. Hallo. Hallo. ik was even daar. Even lekker een eindje bezig. Waar kom jij dan vandaan, joh? Ik ben er daarboven, waar het dichtgemetseld is, ben ik erin gegaan. Ja. Toen ben ik zigzag het 100 zoveel blok uit de buurt gekomen. Toen ben ik hier weer naartoe wezen chef mine. Dat is goed. Ik ben met trots vervuld. Ik heb namelijk geen dinges. Hey, anders gooien we het even twee bidders neer. Of gaan we niet overmoedig worden? Ja, hou eens. Gaan we niet overmoedig. Oh, ik zie helemaal niks van die grote reuzen. Als je er een lel geeft, ben je sjaar. Hey, even die redstone hier even weghalen. Dat is wel even handig om te hebben. Voor mooie rode blokken. En ook zo lekker veel sneeuw hier. Stel je nou voor dat we hier gewoon straks weggaan. En dan hebben we die weer eens die verslagen. En we vergeten dit stuk gewoon een paar maanden. Er komt straks iemand hier. Die schrikt zich helemaal op het lablazen. Wat is hier aan de hand? Ja. Goed. Wat een feest. Voilà. Ik sta echt maar een beetje voor Jan met de korte... nou, daar ben ik. Ja, Jan wordt er nog nabij. Hey, dit wordt een bidden met een bochel. Ja. Spannend. dat ging even mis. Zo'n luiaard. Ja, kort het maar gewoon op, Jan. Ik geloof niet dat het... of moeten we daar nog op een speciaal moment wachten? Ja, op het moment dat ik de rest van de schedels nog even wegleg, want... Kun je nog wat anders met die nette ster? Behalve een baken maken. Maar volgens mij nog niet. Volgens mij komt bij versie 2.0 kun je zo'n roze dinges maken. Maar ik vraag me af of 2.0 überhaupt komt. 2.0? Nee, dat was een 1.0 grap. Toch wel, hè? Er zaten wel wat leuke dingen in. Ja. Pinky vond ik grappig. Pinky? Nou, dat was die witte, die roze. Ja, ja, die bedoel ik. Maar ik vond die... Nou, weten ze die... Maar je weet wat we in Minecraft 1.6 krijgen, hè? Paarden. Paardjes. Ja. Weet je dat gemaakt heeft? Dat is die Dr. Zark van... ja, van Mo Creatures. Ja, leuk. Oh, wacht even. Eén schedeltje moet ik nog wel mee. Nou. Hey, Bert, waar hebben we al die drankjes nu voor gemaakt dan? Ja, dat is wel zo. Wachten we er speciaal op, zeg maar, of... Ja, totdat ik mijn spulletjes veilig gesteld heb. Maar kom maar dan. Oh, nou, ik maak me geen zorgen meer. Ik dacht dat we vlakbij te gaan staan. Ik durf die weer zelfs een schouderklopje te geven met deze gasten eromheen. Even high five met hem. Doe dan. Nou, komt hij aan, hoor. Oh. Ik zeg, Paul, je staat misschien wat heel dicht bij me. Ja. Zijn we er klaar voor? Ja, hoor. Oh, hier. Jongens, zijn jullie er ook klaar voor, golems? Want jullie hebben het zwaar. Ja, die staan eigenlijk verkeerd daar, die golems. Die golems moeten hier allemaal heen. Ja? Komt ie? Oh, daar is hij. Ik ga even hier staan. Nou wel, waar het gemoer uit wil gaan staan. Oh, hey, nu moet je mij slaan. Een lel van die golem. Wow! Zo. Ik was bijna dood. Twee hartjes eraf. Zo. Ik heb 3,5. Hij glist. Voor mij wel een klein beetje lag hier, lijkt het wel. Nou, en... Oh, ja, dan komt hij naar mij. Ga weg. Oh. Gaat heel goed. Mm-hmm. Ik zie geen reet. Man. Ik zie geen bal. Geen woede. Ja hoor. En dan weet ik wel dat als je één keer geraakt wordt door die wedden, dan ging je al dood, zeg maar. Eén widdenvergiftiging was genoeg om de pijp uit te gaan. Ja. Hoe kom ik nou? Het gaat iets moeilijker, of niet? Hij heeft meer ruimte. Ah. Ja, precies. We moeten het even dichtmaken zo meteen.
Oh. Oh, hij ontsnapt, jongens. Ja, daar was ik al bang voor. Waar is die? Oh, ik ga dood. Ah, nee, ik wil niet dood. Jan, heb je een drankje of zo? Nee, ik heb in de kist liggen drankjes. Ik heb geen drankjes. Welke kist waar? Hij komt nu naar beneden als het goed is. Oh man, ik ga ook dood. Oh, ik heb 4 hartjes. Nee, ik ga dood. Voor mij, de server nog niet door. Ik dood ga, maar ik ga wel dood. Ah, wat is dit? Ja, dat willen beter niet kunnen oprotten. Wat is je nou? Oh, hier is kut, half hartje, ja hoor, ik ben ook dood. Ik heb geen pet, ik sta op spawn ook gewoon echt. Kom wat ik heb pet. Hé, hoe kan dit nou? Ah nee, dit meen je niet. Wat? Ik kom ergens in de oceaan terecht, joh. Oh, ja, je had de witte ook beter niet kunnen oproepen. Ja, maar ik deed... dat staat er. Ik deed dead TP. Hoe kan dat dan? Weet ik niet, misschien ben je naar een veilige plek geloodst. Omdat de plek waar je dood ging niet veilig is. Het staat waarschijnlijk hemelsbreed recht boven. De plek waar je dood ging. Ah, dan moet ik helemaal naar beneden graven. Yep. Maar ja, ik gebruik het commando dus niet. Dus ik hol weer via de netten die kant op. En dan zo rot en sjouwen. Oh, en ik kwam bij het bed uit. Is hij al dood, jongens? Ja. Ah, kijk, dat is prettig. Grapje. Nee, in de gang ligt... Het ding is niet? Hartstikke levend. Nee joh. Dat is helemaal uit de klauwen gelopen hier. Ja. Nou, ik zwem eerst. Hoe gaat het met jou dan? Je bent zo stil? Hoor je mij dan? Dat is wel raar. Ik heb mijn boogje heb ik wel terug. Dat vind ik heel vreemd. Nou, ik heb last van de widder op dit moment. Ja. Ja, het ging één keer heel goed. Maar kan hij nou dingen kapot maken? Obsidian? Dat lijkt er niet op. Dus dan is dat de bedoeling dus. Je maakt een obsidian kooi. Dat lijkt mij heel verstandig. Wat is dit voor gaat? Nee. Er is een gang met allemaal spullen erin. Waaronder direct op mijn zwaard. Tilia prikken. Afblijven. Ik ben ook dood. Serieus? Ja. Is er nog iemand in de buurt van het beest? Ja, ik. Oké. Okay. Maar ik ben bijna dood. Ik loop nu een verlichte gang in, ik weet niet hoe... Half hartje. Kom ik ook weer bij je bed. Oh, ik zie in één keer de witte voortgangsbalk, alleen ik kom niet verder... Ja, maar als je verwilderd wordt, zeg maar... Mm-hmm. Kom ik hier nou beneden bij dat bed? Nou, toen bij de bommen. Als je nou de... als je ziek wordt, zeg maar, van de widder, dan overleef je niet, hè? Hé, hey, iemand... Oh nee, jouw spulletje ligt hier. Nee, je spulletje zijn al weg, joh. Nee, die van mij ligt hier. Och jee. Mijn spullen liggen in die gang. Daar ga ik nu naartoe. Ja, nou, dat van jou is allemaal al weg. Ik heb de wortel van Arjan. Heb jij het opgepakt? Dus even kijken of dat voor mij er nog ligt. Ik heb een wortel. Een wortel? Smakelijk. Ik had een wortel, maar... Ja, oh! Prikken dan. Heb ik nu al de spul... Ja, die heb ik. Ik heb het hier. Oh. Ah, je bent over mijn spul heen geschokt. Ben je hier zo blij mee? Hé, hey, wie had er een diamanten... Een wie had er een diamanten bel? Ja, op zich wel, maar niet bij me. Nou, ik heb mijn spulletjes ook weer. Een pakje aan. Up. Hey, kurasje. Hey, mijn helm. 2, 3. Oh shit. 4. Wat dan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh shit. Ik heb de opnamelocatie van mijn video's niet veranderd. Oh. Dus die stond op die SSD. Er zit heel weinig ruimte op. Dus die is in één keer al volgelopen. Och. En ik mis nu heel veel. Misschien mis ik zelfs de dood gaan maken van de winnaar. Ah, nee toch. Nee. Ik heb hem op de grond, jongens. Ah, top. Oh. Mooi. Ah, ik help je. Ik sla hem nu ook. Hij is bijna dood. Yes. Yes. Ja? Ah, nice. Ah. Oeh, bliksem. Heb je hem? Hé, hey, waarom ben ik dood? Respawn. Ik ben ook bijna dood, hoor. Oh, wacht even. Dat komt natuurlijk... Niet vlak bij de lava, hè? Er valt al ding in de lava, dat moet je niet hebben. Goh, ik heb nog gewoon zin in het widden, man. Ja, nog één. Bam. Ah. Ja, ik vind het erg een beetje anticlimax dat het allemaal zo snel ging, heel eerlijk gezegd.
Nou, helemaal niet. Want het is helemaal niet anticlimax als je bedenkt dat een paar afleveringen daarvoor de andere kant gezien werd. Dus. En daar komt bij, Bert, dit was precies wat jij voor ogen had. Qua snelheid, toch? Ja, nou ja, dit was wat je wilde. Dan krijg je wat je wilt en is er anticlimax. Dat vind ik een beetje raar. Maar het is, ja, nou, weet je. Ja, nee, ik snap je wel. Ik werd zo bang gemaakt vanmorgen. Ik denk, oh. En dat waren ervaringen. Ja, maar wij hadden geen huiswerk gedaan van tevoren. Nee, dat klopt. En dat was scheelt. Enorm. Ja, hey, nou. Maar ik heb een baken, jongens. Ik ben er heel blij mee. Ja, ik wil eigenlijk nog wel een tweede. Ja. Er heeft iemand al een golem staan afmeppen daar, geloof ik. Ja, er waren nog maar... Er waren maar twee over. Ik denk, nou, al het ijzer wat ik geïnvesteerd heb, dan mag ik er dan wel twee neerslaan. Ja, ook wel zes. En wat mij betreft mag je al mijn ijzer hebben. Ja, maar ze waren er niet. Oh nee hoor, ijzer zat, man. Op de hele wereld ligt vol met ijzer. Nou, zo is het. Altijd. Ja. Geen handvol, maar een wereldvol. Zoiets? Een schipje. Ik ben mijn schepjes kwijt, joh. Ik heb een schep over, volgens mij. Waarom? Ik heb er niet een meegenomen. Oh. Oh, hier heb ik er een. Dat is een van de andere twee heren hem niet kwijt. Ik heb... Een schep? Oh, nee. Ja, Arjan was een schep. Ja, dat maakt niet uit. Die maakt zo weer een nieuwe. Precies. Hij kan gewoon een nieuwe maken in zijn botmodus. Oh, Arjan. Arjan? Ja? Ik zit met één heel vervelend dingetje. Mijn vee ontsnapt weer. Het is heel raar. Toen wij op de Forge overgingen, toen bleef al mijn vee netjes in de hokken zitten. En nu zijn we weer terug op niet Forge. Of hoe zeg ik dat? Non-forge. En nou ontsnapt mijn vee gewoon. Dan heb ik hokken vol met koeien en... Ja, maar het is natuurlijk niet alleen maar... Het is niet alleen maar veranderd dat we van Forge naar Bucket zijn gegaan. We zijn ook van 147 naar 151 gegaan. Ja, maar... Vlak dat niet uit. Dat is behoorlijk. Dat is misschien nog een groter verschil dan de serverbasis. Ja, oké. Okay, maar voordat wij op Forge overgingen, had ik dat probleem ook namelijk. Ja. En dat vind ik dus raar. Ik ook. Maar nee. Nogmaals, als je even wil googlen... Ja, oké. Daar ben ik heel slecht. Ja, ik wil het ook wel gaan uitzoeken, maar moet luisteren. Ik wou een half uur geleden al DayZ starten. Mm-hmm. Ik ben Dirk Jans aan het bekijken op zoek naar die ene comic. Die ik maar ik denk ik meld het alleen even. Ik bedoel, je hoeft er niet gelijk op te melden. Zo, en na dit hachelijke avontuur is het natuurlijk... Weer fijn thuiskomen. Dus we zijn in elk geval alweer zo ver opgeschoten dat we twee widders verslagen hebben. De eerste ging wat makkelijker dan de tweede. Maar goed, moet ook niet al te makkelijk gaan natuurlijk. En nou ja, er is nog genoeg om nog meer widders te maken. Even kijken, 1, 2, 3, 4. Nog één skelet erbij, maar ik wil er nog 5 oproepen. Nou, me dunkt. Dat moet niet zo'n groot probleem worden. We hebben nou gezien hoe het wel kan. Onze superstratege Bert die heeft er wat moois van gemaakt. En met dit blijde aangezicht zeg ik bedankt voor het kijken. Het was een waar genoegen. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En tot de volgende keer maar weer. Oh ja, voordat ik helemaal afsluit, krijgen we nog... Nee, potverdikker, dat is ook zo. Ik heb een prachtig monument gemaakt, ter ere van de 100ste abonnee. Het zijn er intussen wel 120 geworden. Ik heb er een onthulling van gemaakt. Prachtig gefilmd. En... met de redstone heb ik hier een heel gebeuren gemaakt met zuigers. En hoe had ik dat toch gemaakt? Even kijken hoor, heb ik nog... Nou, ik kan zo wel. Jongen, daar ben ik druk mee geweest. Daar heb ik een hele middag aan besteed. Zo. Ja, zo was dat. Helemaal dicht.
een zandstapel gebouwd tot helemaal boven dit uithangbord. Prachtig mooi. En heel mooie beelden gemaakt dat ik eraan kom lopen. Op deze manier. Zo aankom lopen en dat ik dan denk van, hé, maar wat is dit dan? En dat ik dan hier... Ja, dat is lastig. Ik bedoel, dat vergt ook nog wat timing. Ja, en dat ik dan zo het redstone weghaalde. Dat ik dan hier achter mij prachtig mooi de onthulling zag van dit monument. Dus, alle 121 abonnees op dit ogenblik. Bedankt dat jullie mijn abonnee willen zijn. Of dat jullie, bedankt dat jullie hebben willen abonneren op mijn kanaal. En ik hoop dat er nog vele malen meer abonnees bijkomen. En ja, die onthulling. Sorry, ik heb alles weggegooid per ongeluk. Nou ja, bedankt voor het kijken in elk geval weer. En ja, als je het leuk vond, mag het duimpje omhoog. Als je het niet leuk vond, dan niet. Maar doe maar wel. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Dat we... Misschien ga ik wel in mijn eentje een widder verslaan. Als ik me echt goed voel. Als ik echt denk van, wauw, ik kan de hele wereld aan. Kon het nog wel eens wezen. Dan kon het nog wel eens zo zijn. Wie weet. Tot ziens. Mazzel.